Even kijken hoor jongens, of ik opneem. Yes, ik neem hem op. Hoi allemaal, ik ben even aan het kijken hoe ik dit allemaal handig kan doen. Ik heb een set gekocht met licht. En ik kan hem ook lager zetten als jullie te veel vinden. Hij zit zo op zijn laagst en ik kan hem zoveel kleur verwisselen. Hetzelfde blauw heel mooi. Kijken of die nu aan staat. Deze vind ik heel mooi. En ik kan hem ook feller doen. Dit is echt in de avond opnemen. Dit is op zijn veld. Maar het is nu dag, dus ik zet hem even wat lager. Ik zet hem ietsje feller. Als jullie me niet gaat horen, kunnen jullie iets zeggen. Want dan kan ik er een microfoon bij toe bij je aanschaffen. Als je het snapt wat ik bedoel. Ik... pak even mijn drinken. Momentje. En dan ga ik gezellig met jullie kletsen. Ik heb hier een lekker citroenwater. Gewoon water met citroensap erin en gember. En ik was benieuwd wat jullie van de filmpjes vonden die ik vandaag heb geplaatst. Dus ja, laat dat vooral even weten. En laten we gewoon lekker gaan kletsen over van alles en nog wat. Ja, het voelt heel raar om zo in het wilde weg te praten. Ik ben het wel een beetje gewend voor mijn TikTok, maar toch even wennen weer. Nou, ga er lekker voor zitten. Pak even wat te drinken. Dus nou eens even wat lekkers, maar wel wat gezonds. En laten we het hebben over op een gezonde manier afval wat ik daarvan vind. Ik ben zelf eerder gisteren daarmee begonnen. En wat tips gekregen van mijn moeder. Nou, je moet dus opzoeken hoeveel calorieën jij op een dag mag eten. Dan ga je uitstippelen. En dan ga je kijken hoeveel vetten mag ik en hoeveel koolhydraten. Maar het is wel belangrijk dat je echt de calorieën binnenkrijgt die jij nodig hebt. Want anders gaat jouw lichaam reserve opslaan. En dat wil je niet. Want dan kan je heel moeilijk afvallen. En voor mijzelf helpt het om... Ik mag 1200 calorieën op een dag... En ik verbrand 1800, 1700 per dag. Dus dan verbrand je meer dan dat je eet. Dat is mijn beste tip. En dat wou ik er even over vertellen. En ik ga morgen weer naar school. En dan heb ik een woordenschat-cito. Ik heb laatst begrijp het luisteren gehad. Morgen woordenschat. En... ik heb allemaal CITO's. Ik zou gewoon zoveel mogelijk proberen te plaatsen. Maar door de week is er ook minder tijd. Dus ik denk dat ik vooral in de weekenden plaats. Als ik vrij heb. Maar ik denk ook wel door de week. Als jullie unboxing video's ook leuk vinden. Of inpak video's. Dan mag je dat zeggen. Dan ga ik daar ook voor zorgen. En verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer te vertellen. Het was meer even om te kijken... Hoe mijn dingetje eruit ziet.